Het gaat de laatste weken prima met de ploeg van Paul van der Zwaan. 10 punten uit 4 wedstrijden. En dus kan de weg bij een overwinning weer omhoog worden bewandeld. Ten opzichte van OJC Rosmalen, de hekkensluiter. Ploeg die pas 2 keer won en 2 keer gelijk speelde. Kwik zoekt gelijk de aanval met Roderick Meijnema. Zijn voorzet wordt net op tijd opgeruimd door de Brabantse defensie. Bij Kwik ontbreken 2 spelers om ontvallende redenen. Pepijn van Zwieten de Blom en Filip Kouwenhoven zijn met het Kwikkamp mee naar Kenia. Met een mannetje of 80 om daar de lokale bevolking te gaan helpen. Een eervolle verzoek was dat. Redding van Jari Puister op de inzet van Mogal Zijn. Bezoekers zoeken niet continu de aanval. Sterker nog, zij verdedigen meer, maar krijgen wel de betere kansen. Ook nu weer gevaar voor het doel en opnieuw Zijn die schiet. Hij is de gevaarlijkste man bij OJC. Ontspanning door inspanning, Juliana combinatie. Een hele mond vol. Overtreding ten opzichte van Bouyaouzan. En een vrije trap, dan maar uit een doodspelmoment. En Rachid Bouyaouzan gaat het zelf doen. Maar dit zegt eigenlijk alles over de eerste helft van Kwik. Het is niet best wat de haantjes laten zien. En ze zien de tegenstander steeds meer van zich afbijten. Ampong, Boshoff, geen controle bij de clubtopscorer. Overname OJC met Scholz. En Meeuwse. De aanvoerder legt aan met zijn rechter. En dit is dan uiteindelijk geen probleem voor Puister. Maar wel weer een mogelijkheid voor de gasten. Toch een puntje van zorg. OJC moet het inmiddels stellen zonder Mogal Zijn. Die is geblesseerd uitgevallen. En dit is weer een kans. Het is dat er niet goed op doel geschoten wordt. Maar de bezoekende ploeg wordt steeds dreigender. Dit is wel of geen hens. Het spel gaat verder. Met Virgil Tjenasiu. Hij mag maar eens schieten. De linksback. Heeft bijna elke positie zo'n beetje wel bekleed bij Kwik. En nu is hij de man die het dichtst bij een treffer voor de thuisploeg is. Maar 0-0 bij rust. En niet echt een wedstrijd waarin je verwarmd wordt als toeschouwer in de kou. Puister doet wel weer belangrijk werk. Tot nu toe de beste man bij Kwik. En dat zegt eigenlijk best wel veel. De Kruif van de Heide. Dit is een goede combinatie. Dit biedt perspectief. Uithalen maar. De Kruif met de rebound. En dan is daar de 1-0. Tegen de kansenverhouding in. Het is het eerste wat Bartines te doen heeft. De doelman van OJC. Doet hij niet helemaal afdoende. En de Kruif profiteert. En hij maakt zijn eerste van het seizoen in competitieverband. Overtreding van Bouyaouzan, maar het spel gaat door. Blijft wel een speler van OJC liggen en de aanval is nog altijd gaande. En dan kan er nu gekeken worden naar de man die is blijven liggen, Glenn Schapendonk. Opwinding bij OJC. En de scheidsrechter is polshoog te komen nemen. En daar, buiten zijn zicht, gaat de speler neer door toedoen van Bouyaouzan. En daar zijn de rapen gaar door. Bij OJC zijn ze door het lint. En Bouyaouzan lijkt daar een tik te hebben uitgedeeld. En Paul van der Zwaan neemt geen enkel risico, haalt hem eraf. De man die al 6 weken geschorst was dit seizoen. Hier zien we trouwens Paul van der Helm, de keeper van Kwik Boys, ex-HBS. En een debutant bij Kwik ingevallen. Delano Asante, 18 jaar, speler van de A1. En een grote belofte. Nieuwendaal namens OJC. En dan weer een enorme kans. En opnieuw Puister die een prima reactie in huis heeft. Nu was de kans voor Kevin van Kempen. Maar het blijft nog steeds 1-0. Het publiek gaat er wel voor zitten. Wil graag zien wat Asante kan. Hier is hij. En hij gaat het proberen. Dat zou wat zijn geweest, zeg. Bij zijn debuut een goal maken. Maar die blijft dus uit. En de spanning is er nog steeds. Nieuwendaal haalt uit. Geen hens. En dan wordt hij binnengetikt door van Kempen. Maar is het buitenspel. En dus gaat de gelijkmaker van de ploeg uit Rosmalen niet door. Geen gelukje voor de ploeg van deze Koen Wissing. De trainer die het overneemt van de met gezondheidsproblemen kampende Bas Guskens. Asante, hij laat zien dat hij uit goede hout gesneden is. En dat op een dag dat Kwik met 1-0 wint van OJC Rosmalen.
Ja, ik had natuurlijk wel een beetje spanning. Maar in het veld ging het gewoon zijn gangetje. Dus goh, ja, ging goed. Wat gaf de trainer je mee toen je het veld in mocht? Ja, van doe je ding, net als gewoon in de A1. Lekker acties maken, schieten, gewoon je ding doen. Het kwam wel aardig uit, hè? Ja, eigenlijk wel. Ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo goed zou gaan gelijk. Het was wel zwaar, maar het ging wel goed. Hoe pijnlijk is deze nederlaag voor jullie? Ja, zeer pijnlijk, omdat ik ook denk dat die onterecht is. Ik denk dat wij vandaag misschien anderhalve kans hebben weggegeven. Nou, die maakt Kwik geweldig af, daar moeten we eerlijk in zijn. Alleen als je ziet het aantal kansen dat wij op basis van deze wedstrijd gecreëerd hebben, dat is denk ik meer dan het hele seizoen bij elkaar. En ja, deze wedstrijd vat dan ook wel een beetje ons seizoen samen tot nu toe. We pakken te weinig punten, we scoren te weinig. Ja, en dan sta je dus met lege handen. Ja, voor de ranglijst doen we goede zaken. We hebben de laatste, wat is het nu, 5 wedstrijden, 13 punten. Dan kan je niet anders zijn als inderdaad heel tevreden daarmee zijn.